Anthony hier met een nieuwe thuistraining video. Ik heb in mijn voedingsvlog aangekondigd dat ik om de 2 weken een thuistraining video ga maken op de vrijdag. Dus dit is de eerste. En we gaan vandaag een benenworkout doen. Ik heb 6 oefeningen voor jullie. En laten we beginnen bij de eerste oefening. De eerste oefening van vandaag is de Bulgarian Split Squat. En hier zet je je achterste voet op een verhoging. Als je deze oefening doet, probeer dan 3 seconden naar beneden te zakken. 1 seconde te passeren onderin en dan 3 seconden weer omhoog. Je kan of je tenen op de verhoging zetten of de bovenkant van je voet. Kijk even welke jij prettiger vindt en ga die voortaan dan altijd doen. Als je 4 herhalingen hebt gehad, wissel je af van been en dan maak je daar ook weer 4 herhalingen mee. Je maakt dus 7 seconden ongeveer per herhaling. Dus die 3 seconden zakken, 1 seconde passeren onderin, 3 seconden omhoog en 0 seconden bovenin rusten. En dat natuurlijk keer 4 is ongeveer 28 seconden spanningstijd per been. Als je deze oefening doet, kijk dan even bij welke hoogte jij wil beginnen. Want mijn bed is best wel hoog. En daarom laat ik even in mijn tweede voorbeeld ook even zien dat je bijvoorbeeld boekjes kan gebruiken. Zo kan je je eigen hoogte bepalen en elke keer wanneer de oefening goed gaat, kan je natuurlijk weer een boekje opleggen, zodat je vooruitgang maakt. En dan wordt het moeilijker weer voor jezelf en dat wil je. Je wil juist die uitdaging. Al deze oefeningen zijn voor je bovenbenen, billen en hamstrings. En je ziet eigenlijk alleen maar split squats en lunges in deze video. De tweede oefening wil ik ook nog even zeggen, dat kies even welke been je voor wil hebben, want je zwakke been wil je mee beginnen. Dit is de split squat zonder verhoging. En als je deze oefening doet, wil ik dat je achterste knie richting de grond gaat. En ik tik elke keer de grond aan, maar heb jij een wat hardere vloer, dan hoeft dat niet per se. Maar zorg wel dat je gewoon goed diep zakt. Ik heb ook 1 meter afstand tussen mijn voorste voet en mijn achterste voet. Zo weet ik zeker dat alle spieren goed werken en dat je niet last krijgt van je knie. Oefening nummer 3 is de unilaterale uitvalspas. De eerste 3 oefeningen doe je steeds eerst je ene been en dan pas je andere been. En bij de andere 3 oefeningen gaan we het steeds om en om doen. Bij deze oefening wil je 8 herhalingen doen. En bij je 8e herhaling hou je hem onderin vast. En dat doe je voor 15 seconden. Ik heb hier heel even het beeld doorgespoeld. En na die 15 seconden kom je omhoog en dan ga je door met je andere been. Dit is echt een super goede uitdaging, want je bent al een klein beetje moe van de 8 herhalingen. En daarna maak je je been nog meer uitgeput door natuurlijk die 15 seconden vast te houden. Zo wordt je been echt mooi warm en dit is super, dit vind ik de zwaarste van alle 6 oefeningen. Dus weer 15 seconden vasthouden, zorg dat je knie niet op de grond is natuurlijk, anders heb je geen spanning. En dat is oefening 3. Oefening nummer 4. En dit is steeds om en om. Dit is de jumping lunge, oftewel uitvalspas prongen. En zorg dat je wel goede coördinatie hebt, dus dat je niet te kleine passen maakt. En zorg ongeveer 1 meter afstand tussen je benen. Oefening 5. En dit is een makkelijkere, want hier ga je geen sprongen maken. Je moet natuurlijk wel weer de afstand bepalen, elke stap. En zorg bij deze dat je niet 8 sprongen maakt, want dat is bij de jumping lunges. Maar hier maak je 12 uitvalspas stappen. En als je deze oefening hebt gedaan, zijn we alweer bij de laatste. En dat is oefening nummer 6. En dit is vooruit en achteruit. En ik begin hier 2 stappen achteruit. En dan doe ik elke keer een tussenpas. Dus dat mijn voet weer naast elkaar staat. En zometeen laat ik ook zien dat ik het zonder tussenpas doe. En dat is natuurlijk moeilijker voor je balans. En vanaf nu ga ik dan beginnen zonder een tussenpas. En begin natuurlijk dus eerst met een tussenpas. En dat maakt het natuurlijk wat makkelijker. En begin je je balans goed door te hebben, dan kan je hem op deze manier doen. Dat was de laatste oefening alweer. Nog even kort mijn bovenbenen in beeld. Bovenbenen zijn echt mooie spieren. Vergeet ze gewoon niet te trainen. Ze hebben 4 koppen en zoveel lijnen. Echt de moeite waard. Dat was de video. De herhalingen kan je vinden in de beschrijving. En het is dus de bedoeling dat je eerst van oefening 1 naar 2 naar 3 naar 4 naar 5 naar 6 gaat. En dan doe je het nog een rondje en dan begin je dus weer bij oefening 1. Als je de video leuk vond, kan je het blauw duimpje omhoog geven. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, kan je dat doen onder deze video. En ik zie jullie allemaal snel weer. There's something new.